Oké dan, beste mensen, daar zijn we dan weer. Ik ben zelf bezig met een opdracht om een huis te schilderen. Ik denk van, nou, ik ga daar maar eventjes het onderwerp van maken. Nou, het kan natuurlijk elk willekeurig huis zijn. Ik wil het wel op een wat vrijere manier doen. Dus ik heb wel een goede ondergrond gemaakt waar wat ongeveer zit vanuit een zwart-wit printje. Want het moet ook wat vrijer zijn qua... voor degene voor wie het is. En je ziet hier al een aantal oplossingen. Meer expressief. Een aantal foto's had ik trouwens ook gedaan van steden. Ook hier heel erg vanuit vlekken opgebouwd. Misschien hou ik die er zo meteen wel even bij. Dat ik hier af en toe even naar kijk. Kijk maar eens hoe ook zo'n raam heel schetsmatig een beetje wordt neergezet. Dus het is vooral niet de bedoeling om alles helemaal letterlijk te gaan schilderen. Ook dit zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van hoe je met vlekken... iets kunt opbouwen. Alleen je moet wel ongeveer enigszins kloppen waar je wat neerzet. Dus ook bijvoorbeeld zulke vlakjes hier. Dat zal bij een raampartij zijn die ongeveer wel klopt. Ja, ik denk dat ik deze er even bij hou. En dat het in die zin zo vaag wel ongeveer mag worden. Ik heb ooit zelf boerderij Kamps eens een keer geschilderd. En dat was op een heel expressieve manier, dus dat is ook nog een vertaling die ik ga doen. Dit is eigenlijk heel erg silhouetachtig met aquarel, dus je ziet heel duidelijk toch wel een soort potloodlijnen. En dan verder ook niet te veel detailleren en hier zo naar voren toegestapeld op aquarelachtige manier de vlakken invullen. Echt dat aquarel effect. Kijken. Oh ja. En hier had ik nog een soort abstract, want het mag ook in principe binnen wat ik dan binnen deze opdracht in deze maat moet gaan doen. Kan het ook een letterlijk abstracte vertaling worden? Dit gaat ook een beetje, het zijn allemaal kartonnen, op een bepaalde manier geknipt. Maar het doet ook wat huisjes achtergaan, wat hoekig, wat geometrisch. Maar goed, ik ga even weer terug naar deze. Die leg ik er een beetje bij en ondertussen ga ik hiermee bezig. Oké dan.